Maar. Jeffrey, mag ik je feliciteren? Ja, dankjewel. Want je hebt een prijs gewonnen. Ik heb de eerste Apple Ski Hut Award gewonnen. En dat is van al het repertoire wat zeg maar voorbij komt, waarvan ze een samenstelling maken voor de Apple Ski CD. Ja, vonden ze mij de meest opvallende act voor 2009. Dus ze voorspellen goede zaken, dus daar ben ik blij mee. Mijn eigen muziek, mijn eigen stijl, mijn humor, eigenlijk wat ik totaal breng, zeg maar, dat sprak ze heel erg aan. En ze vonden dat ik wel een steuntje in de rug kon gebruiken. Dus voor 2009 mag ik het hele jaar die titel dragen. Er is nog zoveel werk in Nederland waar mensen me nog niet kennen en waar ze nog maar minimaal bekend zijn met mijn repertoire. Dus nee, ik zie het gewoon als echt een beloning voor wat we gedaan hebben en een motivatie om verder te gaan weer. Als we terugblikken op 2008, wat is dan voor jou het hoogtepunt geweest? Dat ik mezelf in mijn muziek weer gevonden heb. Dat ik gewoon mijn eigen ding, mijn eigen draai heb gevonden met zowel het arrangeren, het produceren en het schrijven van liedjes. En ja, dat is wel dat is echt mijn ding geworden en daar ben ik heel trots op. Nou, ik wil vroeger heel graag een grote ster worden. En als je dat heel graag wil, dan ben je heel gefrustreerd met dat doel bezig. En nu ben ik gewoon lekker muziek aan het maken. En gaat het eigenlijk, we moeten natuurlijk wel veel doen, maar het gaat eigenlijk vanzelf. Dus ik heb er wel rust in gevonden. Ik ben gewoon lekker muzikant. Je geniet er weer van? Dat heb ik altijd wel gedaan, maar wel op een andere manier. Ik maak het nu allemaal veel bewuster mee. En dat...